Hoi lief allemaal, welkom bij de algemene tarot reading voor sterrenbeelden. En deze is voor de kreeft, maand februari. Voor de nieuwkomers, maar ook voor de mensen die het nog niet helemaal hebben begrepen, wil ik graag even toch nog zeggen dat dit een algemene tarot reading is. In principe voor de kreeft, maar het kan nooit zo zijn dat elke kreeft in dezelfde fase zit. Dus kan het gewoon zo zijn dat deze boodschap niet voor jou als kreeft is bedoeld, maar voor een andere kreeft is bedoeld. En dan zou het heel erg getuigen van liefde als je het dat dan ook kunt accepteren dat het gewoon niet voor jou is, maar dat het voor een ander is bedoeld. Ik krijg soms heel weinig hoor, maar want ik ben heel erg dankbaar voor alle mensen die kijken en ook heel erg integer zijn. Maar heel soms komt er nog wel eens een niet zo integere reactie terug van dat het niet klopt en dat het onzin is en et cetera. Nou, uiteraard mag je dat vinden, maar dergelijke reacties verwijder ik dan wel. Want ik wil het kanaal graag zuiver houden. En zeker als je weet, hè, nu ik het uitleg, hoe het zit, verwacht ik gewoon respect. En daarbij ben je zelf vrij om je leven te leven en om je mening te hebben. Maar dan niet op die manier op mijn kanaal. Want daar ben ik dan ook vrij in om dat dan te verwijderen. Dat moest ik toch nog even kwijt. En dan ga ik nu over tot de reading voor de kreeft waarvoor deze boodschap bedoeld is. Situatie. Wat dwars ligt. Waar het bewustzijn zicht op heeft. Onbewust. Recente verleden, advieskaart nabije toekomst, jij, invloed van anderen, hoop en vrees en dan die voor de conclusie. Oké. Nou, onder het bedek ligt de kaart ripeness, kom ik zo op terug. Zo lag het. Oké. Dan wil ik graag bij de advieskaarten bij je toekomst nog een verklarende kaart uit de set van Sandra en Taylor. Het zijn kaarten die je rechtop en op de kop kunt duiden. Daarom laat ik die er niet uit vallen, maar die trek ik er dan uit. En dan wil ik graag die. Oké. En dan uit de surrender set. Nog een kaart. Waar moet je je aan overgeven? Wat moet je opgeven? Laten gaan. Surrender. Voor de kreeft. Doe het eventjes. Ja. Oké. Thank you. Nou, daar gaan we. Lieve kreeft, deze kaart ripeness, die ga ik even de betekenis uitleggen. Deze kaart, die laat een beeld zien van een struik met fruit. Ik weet niet, misschien, volgens mij zijn het tomaten, maar ik weet niet zeker. Het kunnen ook kersen zijn, whatever. Maar ja, de natuur, het gaat om het beeld. En kijk, de natuur laat gewoon, op het ene moment hangt deze tomaat of nog aan de struik. Barst dus vol sap. En het andere moment ligt hij gewoon op de grond. En in de natuur is gewoon rijp is rijp. En deze kaart wil ook zeggen dat het kan zijn dat je rijp bent om jouw schatten te delen. Dat je er klaar voor bent. Dat je genoeg groei hebt doorgemaakt. Dat je genoeg rijpheid hebt ontwikkeld. Wijsheid hebt om dat ook met de wereld te delen.
Ja, dat is de betekenis van deze kaart. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich met de rest verhoudt. Oh ja. Kijk, dit is dus de objectieve betekenis van de kaart die ik net heb uitgelegd. Maar als ik dat hier nu de rest van de legging zie, zijn er toch nog wat dingetjes die jou afhouden van jouw creativiteit, jouw goddelijke creativiteit te delen met de wereld. En ben je er dus nog niet helemaal klaar voor. Vandaar dat deze ook op de zijlijn ligt. Op een gegeven moment ga je weten wanneer je er klaar voor bent. Wanneer je het juiste moment daar is om jouw schatten aan de wereld te geven. Jouw goddelijke creativiteit aan de wereld te geven. Hè? Dat je pas als je helemaal tot bloei bent gekomen. Zelf, flowering. Dit is die persoon die in balans is. En die vanuit die heelheid zaadjes verspreidt. Die wereld in. En ook al zijn het maar zaadjes. Kijk, als je eenmaal in je goddelijke creativiteit verspreidt, ben je dus niet meer bezig met resultaat. Dan ben je niet meer resultaatgericht. Dan heb je wel een doel, maar ga je niet meer voor het resultaat. Ben je ook niet teleurgesteld als je het resultaat niet direct bemerkt of ziet. Je hebt dan genoeg aan dat je weet, nee, ik heb zaadjes gezaaid. Ik heb weer een zaadje gezaaid. En dat is voldoende. Daarmee heb je ook respect voor andermans vrije wil. Dat zaadje wat jij hebt gezaaid, op de juiste tijd zal gaan bloeien. En ook op een juiste tijd zich weer los gaat laten. En dat ook dat zaadje weer zich gaat verspreiden. Deze kreeft heeft nog wat last met loslaten. Zo kun je hem ook zien, hè? Want de natuur laat gewoon als iets rijp is, gewoon los. Die denkt er niet over na van, goh, moet ik me nog vasthouden aan die struik. Het laat gewoon los. Het is gewoon rijp. Het is gewoon, de groei is klaar. Er hoeft niets meer. Het is klaar. Hè? Maar hier ligt toch dat, hier ligt nog schuldgevoel. Hier ligt nog een kaart dat het dwarsligger is dat je het, dat slowing down, rustiger aan doen. Dus dat wil mij zeggen dat je het niet jezelf tot rust kunt brengen. Of dat een dwarsliggertje is. En in het recente verleden dat je ook nog behoorlijk wat controle over iets hebt willen uitoefenen. En dat kan wel de controle over een bepaald resultaat. Of een bepaald project. Ja, of dat überhaupt wel tot een resultaat komt. Kijk, dit is ego. Dit is gewoon je mind. En dan krijg je gespannenheid. Je probeert eigenlijk controle uit te oefenen over een bepaalde situatie, over bepaalde mensen, over een bepaald resultaat, over een bepaald project. Iets wat je in gang hebt gezet. Maar wat ik al zei, het kan dus alleen nog maar een zaadje zijn. Maar als je dan al bezig bent met wat er uit dat zaadje gaat komen, met de oogst al, kan het wel zijn dat je veel te snel met de oogst al bezig bent, dat het nog niet rijp is. Maar dat je daar wel al gespannen controle over uit wil oefenen.
Kijk, je kunt het zeg maar vergelijken met een traditionele tarotkaart. Is 7 van pentakels, geloof ik. Er staat een man op een staf geleund. En die heeft net zaadjes in de grond gestopt. En die zit ernaar te kijken. Die leunt op die staf en die kijkt naar die zaadjes. En die zit eigenlijk die oogst uit de grond te kijken. Nou, dat heeft natuurlijk geen zin. Dan ben je over iets controle aan het uitoefenen, terwijl je daar geen controle over hebt. Je moet het kunnen laten gaan. Je moet het proces kunnen laten gaan. Flowering. Je moet het tot bloei kunnen laten komen. Het is je vrouwelijke energie. Het is heel grappig, hè? Want dit is... Kijk, hier zie je een man op de kaart. En flowering is juist een vrouw op die kaart. We hebben allebei, man en vrouw, we hebben allebei die mannelijke en vrouwelijke energie in ons. Het mannelijke, als die niet geïntegreerd is met de vrouwelijke energie, dan gaan we hierin zitten. Dan kunnen we niet afwachten zonder te sturen. Dan moeten we al voortijdig de oogst uit de grond willen trekken, omdat we ongeduldig zijn. Controle, drang. En hebben we geen geduld? We hebben absoluut geen geduld. En als het ons dan te lang duurt voordat we oogsten, dan zijn we gespannen. Dat zijn die gebalde vuisten. En dan worden we kwaad. En dan weten we eigenlijk met ons gewaarzijn van dat. En met ons spirituele zelf, met onze Boeddha-bewustzijn of onze bewustzijn, dat het eigenlijk onzin is om daar kwaad over te worden, maar toch word je kwaad. Maar dan ben je er dus nog niet van bewust dat die boosheid eigenlijk een dieperliggend probleem weerspiegelt. Het feit dat de oogst in het nu nog niet gelijk komt, dat je ongeduldig bent op resultaat, of heeft eigenlijk te maken met iets uit het verleden wat eerder is weggestopt. Je bent dus ergens anders boos over. Het kan wel zo zijn dat er een pijn aan ten grondslag ligt. Dat er niet snel als kind iets gebeurde. Of dat jij niet kreeg wat je op dat moment wou. Whatever. Er zit altijd een bepaalde traumatische ervaring. Of in ieder geval een pijnlijke ervaring achter. Wat het ook zei, kijk, dat is lastig met zo'n algemene reading. Hè? Het is altijd belangrijk om daar bij jouzelf mee naar binnen te keren. Van, hé, wat is dat bij mij? Waar wil ik controle over uitoefenen? En wat voor thema uit het verleden zit daar eigenlijk aan vast? En dat is belangrijk om je daarvan bewust te worden. Kijk, deze ligt bij het bewustzijn en deze ligt bij jou. En dat wil me zeggen dat je wat bewuster moet worden. Dus dat dan meer die sluier weg, nog meer moet weggaan. Van wat er in je kindertijd is misgegaan. Hier zie je daar het Boeddha-kindje. En hierachter die schaduw van de volwassenen. En wat er bij het kindje misgaat, in het verleden misgaat, vormt een sluier in je volwassenheid. Ik bedoel, een afweerstrategie, een verdedigingsmechanisme, angst om gekwetst te worden, de mist van het ego. Waardoor je niet echt vanuit rust en vertrouwen zaadjes kunt zaaien, maar dat je meer zaadjes zaait uit angst. En als er te veel angst is, dan hou je controle. Wil je controle houden. Dat wil dat ego. Die wil het precies de oogst hebben. Dat hij daar zeggenschap over heeft. Hoe dat, wanneer dat gaat en hoe en nou ja, whatever. En dan komt er dus gespannenheid. Wat jou wordt aan, of wat een dwarsligger is, is dat je het wat rustiger aan moet gaan doen. Meer de stilte in. Rust creëren. Kijk, die schildpad, die kan niet anders. Die kan alleen maar rustig aan doen. Hè? Die is gewoon heel langzaam. Maar die hoeft nergens heen, want hij heeft zijn huis bij zich. En dat staat symbool van home is where the heart is. Kijk, als jij een rustig
hart hebt en het hart is in balans en er is geen schade meer in dat hart, dan ben je thuis, bij jezelf. En hoef je nergens heen. Niet iets buiten jezelf te zoeken. En hoef je ook niet te haasten. En hoef je ook nergens controle over uit te oefenen. Ook al doe je er 100 jaar over. Zo'n schildpad wordt nog eens heel oud ook. En ook al doet je er 100 jaar over met zijn slakkengang. De schildpaddengang. hij komt er vanzelf wel een keer. Kijk, als hij dat controle-issue zou hebben gehad wat wij mensen hebben. En op een bepaalde tijd ergens wil zijn. Ja, dan krijgt die schildpad het lastig. Met zijn schildpaddengang. Hè? Dus het staat symbool voor vertrouwen hebben dat je vanzelf wel thuis komt. Of dat je vanzelf wel gaat oogsten. Maar dat het heel erg belangrijk is dat je veel meer bezig moet gaan houden van ja, maar zaai ik wel zuivere zaadjes? Kijk, want als jij nog zaadjes zaait vanuit onderdrukte boosheid, dit hè, en controle uitoefenen, dat je eigenlijk kwaad bent dat iets niet lukt op jouw manier, of dat je het dat wil beïnvloeden, ja, dan zaai je zaadjes vanuit boosheid. En dan schep je ook boosheid in die wereld. In die buitenwereld, dat is een spiegel. En alles wat je onderdrukt, schept schuldgevoel. Het ligt hier. Je bent bang. Hij ligt op de hoop en de vrees. Schuldissues spelen bij jou een rol, lieve kreeft. Zo moet je ook zelf bij jezelf gaan voelen wat dat is. Dat meestal heeft het te maken met... Kijk, deze ligt er niet voor niks. Kijk, die advieskaart naar bij je toekomst is om allereerst die rebel te worden. En dat wil zeggen dat jij helemaal je eigen waarheid durft te gaan leven zonder dat jij controle uit wil oefenen over anderen. Of over wat een ander van jou vindt, of wat een ander op dat pad doet. Of een ander zijn groei uitstelt, want het ligt namelijk hier. Invloed van anderen is uitstel. En het, misschien ben jij... wel meer bezig met andermans groei, dat hij dat uitstelt of zij dat uitstelt, dat lijkt dat de ander daar niks aan doet en dat dat ook zijn invloed heeft op jou en dat je daar boos om wordt. Dat vliegt bij me naar binnen. Maar advieskaart nabij je toekomst is voor jou, is dat je moet focussen op je eigen pad en met je eigen waarheid. En zolang jij nog gevoelig bent wat andere mensen doen, of wat andere mensen van jou vinden, of wat de maatschappij van jou vindt, is daar nog werk aan de winkel om meer Boeddha-bewustzijn daarover te krijgen, voor jezelf. Nog veel meer dat derde oog te openen. Zodat jouw creativiteit... Goddelijke creativiteit nog meer tot uitdrukking komt. Dat je nog meer zaadjes gaat zaaien vanuit heelheid. En dus liefdevolle zaadjes. Dat wil niet zeggen dat je altijd lief moet zijn. Zoals een ego dat vindt. Kijk, een rebel wordt vaak niet eens door de maatschappij zo lief gevonden. En waarom niet? Omdat hij zich dus niet meer als slaaf laat gebruiken door anderen. Hij laat zich ook niet door anderen weerhouden. Dat kan deze ook nog betekenen. Invloed van anderen, dat jij dingen voor jezelf uitstelt. Maar dan laat je dus nog beïnvloeden door anderen. Dus kijk even wat het voor jou is. Is het zo dat jij boos wordt dat andere mensen hun eigen groei uitstellen? Dat het lijkt alsof ze stilstaan en dat jij daar controle op uit wil oefenen. Of is het zo dat jij je nog laat beïnvloeden door anderen en jij daardoor dingen uitstelt om helemaal je eigen waarheid te leven? In beide gevallen is het zo. Deze heeft niet meer de controle drang. De rebel is helemaal vrij van controle drang.
De rebel is in zijn lichtkant helemaal vrij van wat anderen van hem vinden, wat de maatschappij van hem vindt. Ik zal hem, omdat het is een grote arcane kaart, ik zal even het boekje erbij pakken. Kijk, hij wordt dus niet altijd lief gevonden, hè? Want hier staat ook, iedereen is bang. Heel bang voor mensen die zichzelf kennen. Ze hebben een bepaalde macht, een zekere aura en een zeker magnetisme. Een charisma dat levenslustige jonge mensen uit de gevangenis van de traditie kan bevrijden. Want je durft ook de waarheid te spreken. Maar dat is voor een ego natuurlijk lastig. En daar kun je ook wel mee te maken hebben gehad in het recente verleden. Dat jij jouw bewuste zaadjes hebt verspreid. Dat je je waarheid hebt verteld. Om bij de ander een bepaald bewustzijn of de sluier weg te trekken. En dat je in het recente verleden te maken hebt gehad met de boosheid van een ander. En dat dat jou weer heeft getriggerd. En jij die boosheid onderdrukt. Ja, het kan heel ingewikkeld allemaal in elkaar zitten. Het vraagt om bewust kijken, voelen, ervaren wat het bij jou is. Maar de buitenwereld, hoe dan ook, spiegelt jou ook in wat er bij jou nog leeft. Kijk, maar de rebel in zijn lichtkaart kan niet gevangen worden gezet door niemand. Die kan ook niet dat een ander beïnvloedt dat zodat jij dingen uitstelt. Het lukt niet meer. Kijk, hij zet de boel in feite op stelten. En dat is voor het ego moeilijk te verteren. Want de massa wil niet gestoord worden, ook al zijn ze er ellendig aan toe. Ja, dus stel dat jij voelt dat je lichtwerker bent en dat jij goddelijke creativiteit en dat jij tot bloei wil komen en dat tot uitdrukking wil brengen. Als steeds meer Boeddha-bewustzijn krijgt, ja, is het zaak dat je belangrijk dat je in die nabije toekomst steeds meer die rebel bent. En dat je ook loskomt van dat een ander jou nog kan beïnvloeden, ook met betrekking tot boosheid. Want als jij de waarheid verkondigt en je wordt nog boos, dan zit daar nog. Of ja, en dan vooral boosheid die blijft hangen. Hè, en dat blijkt hieruit, want dat zit nog in dat onbewuste. En het wordt onderdrukt en het zorgt bij jou voor hoogspanning. Kijk, dan weet je dat nog. Dan zit daar nog oud zeer bij. En dan ben je zelf nog niet helemaal rijp om jouw zaadjes naar buiten te brengen en jouw goddelijke creativiteit, dan moet je eerst nog dit nog wegwerken. De invloed van dat jij nog verslag kan raken door anderen. Of dat jij nog voor jezelf iets uitstelt. Of dat je boos wordt dat een ander iets uitstelt. Of dat als jij de rebel bent en je kiest helemaal voor jezelf, dat pas dat je dan in schuldgevoel terechtkomt. Kijk, ik heb een behoorlijke tijd een moederwond moeten helen. En mijn moeder was, uit balans. En die was heel erg codependent, afhankelijk. En steeds als ik als meisje of als jonge vrouw voor mezelf ging kiezen, mijn eigen pad ging kiezen, en dat even zonder haar was of ik haar daar niet bij betrok, ja, dan wist zij mij altijd een schuldgevoel aan te praten. Hè, want dan voelde ik me altijd schuldig dat ik haar afwees. Dat het mijn schuld was dat zij verdrietig was. En dat ze zich afgewezen voelde. Dat ze verlaten werd. Dat ik haar in de steek liet. En dat kwam omdat zij nogal, mijn moeder nogal aardig, wat emotionele chantage en manipulatie heeft toegepast. Kijk, maar ja, als je eenmaal volwassen bent, ben je daar zelf verantwoordelijk voor dat nog invloed op je heeft. Ja, dus het kan wel zijn dat jij nog steeds je ergens schuldig over voelt, zodra jij je niet meer tot slaaf laat maken door anderen. Ook al is de andere heel boos. Dat kan ook zijn geweest. Maar goed, dan spiegelt dat ook nog steeds weer pats. Waarom tref ik dat zo in mijn leven? Dat komt misschien omdat je zelf nog, misschien, dat ligt hier, dat je nog onderdrukte boosheid hebt. Dat je daar je nog meer gewaar moet worden dat daar toch nog iets is van dat kindje in jou. Rustig aandoen, lieve kreeft. Rustig aandoen. En laat je leiden door intuïtieve wijsheid. Je Boeddha-wijsheid. Je goddelijke wijsheid. Je goddelijke wijsheid. Ja, zie, er is nog wat angst. Angst om helemaal naar je eigen waarheid te leven. Zo, dat is die verklarende kaart voor de nabije toekomst. Advieskaart. Joh, wees helemaal die rebel. Helemaal onthecht van wat anderen van je vinden. Ga voor je eigen waarheid.
als je dan nog schuldig voelt, ga daar doorheen. Je kunt ook bang worden van, voor dat schuldgevoel. Dus dat moet nog weggewerkt worden om helemaal jouw goddelijke creativiteit die wereld in te brengen. Als lichtwerker of als medeschepper. Medeschepper aan onvoorwaardelijke liefde. Hè? Dat. Surrender to complete healing. Open je volledig voor de liefdevolle, compassievolle krachten van het universum. En dat zal je supporten in je fysieke, emotionele en spirituele heling. En als je daar volledig aan hebt overgegeven en uiteindelijk in die rebel energie zit, dan voel je dat. En dan, dan ben je klaar om jouw missie uit te voeren. Jouw goddelijke creativiteit met de wereld te delen. Zodat je op een iemand die er klaar voor is, niet de ego's, want ja, die vinden je bedreigend, maar oké, die zijn er nog niet klaar voor. Hè? De leerling verschijnt, of de leraar verschijnt altijd als de leerling er klaar voor is. En dan richt jij je op de leerling die er klaar voor is. En die komt dan vanzelf bij jou. Dat was het voor de kreeft. Dus als ik het voel dat ik het moet duiden. Voor de kreeft die hulp die voelt dat hij hulp nodig heeft op het pad van heel worden, meer bewustzijn krijgen, innerlijk kind vooral, die heling van het innerlijk kind, dan ben ik misschien de juiste coach voor je. Als je dat vanuit je hart voelt, dan ben je welkom. Onderaan deze video staat de link naar mijn website en dan kun je me vinden voor een afspraak. Lees eerst een stuk door van mijn website, dan krijg je al aardig wat informatie en dan kun je gebruik maken van het mailadres. Dank voor het kijken. Ik wens je een fantastische maand, februari, en tot volgende maand. Veel liefs, bye.